Op de betonwaai in Harkema ontstond een grote ravage bij een verkeersongeval. Er waren een bedrijfsbus en een personenauto bij betrokken. Door nog onbekende oorzaak kwamen beide voertuigen frontaal in botsing. Door de klap raakten beide voertuigen aan weerskanten van de weg. De bestelbus kwam zwaar beschadigd op de parallelweg terecht. De inzittenden daarvan kwamen met de schrik vrij. De personenauto belandde aan de overzijde op de parallelweg en schoot ruim 50 meter door en botste tegen de gevel van een woning. De inzittende, een vrouw, raakte licht gewond. Voor haar kwam wel een ambulance ter plaatse. Zowel de auto als de woning raakten zwaar beschadigd. Bij de bewoners van het gehavende huis zat de schrik er goed in. Na het ongeval werd de betonwaai door de politie afgesloten voor al het verkeer. De verkeersongevalanalyse van de politie Friesland heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan en het ongeval in kaart gebracht.